Goedenavond, met sensor de landelijke luisterlijn. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, misschien kunt u beter gewoon maar ergens beginnen. Ik heb alle tijd. De zomervakantie is een periode waar de meeste Nederlanders naar uitkijken. Toch voelt een grote groep mensen zich in deze tijd van het jaar juist heel eenzaam. Een belletje met sensor kan voor deze mensen het lichtpunt van de dag zijn. Maar er zijn nu zoveel mensen die de luisterlijn bellen dat de vrijwilligers het niet meer aankunnen. Veel mensen voelen zich toch een beetje alleen, want hun familie is op vakantie, vrienden zijn weg, vaste afspraken gaan even niet door, de bridgeclub is ermee opgehouden voor het zomerseizoen, noem maar op. Dan neemt de zomereenzaamheid toch wel een beetje toe. En dat merk je door het aantal gesprekken en dat neemt alleen nog maar toe. Zoveel zelfs dat we eigenlijk heel dringend nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Goh. Vervelend, ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen, hoor je heel vaak. En dan zeg ik altijd, nou, begin maar ergens. Dan komen we er wel. Ja, soms is mijn rol vooral luisteren. En af en toe zeg je wat. Soms kun je er geen spel tussen krijgen. Dan is iemand zo vol ergens van, dat moet er dan uit. Ja, er zijn ook gesprekken die je enorm ontroeren. Dat mensen iets over hun leven vertellen. En dan denk je, jezus, Mina, wat een moeilijkheden. Dat heb ik het dan makkelijk. Zoveel toestanden. En dan toch ook nog vaak zoveel veerkracht. Om dat iedere keer maar weer omhoog te klimmen. En er toch iets van te maken. En ook vaak nog met enig gevoel voor humor. Situatie te bekijken. Dat maak je soms bijna nederig. Dat iets willen, nog iets willen betekenen was voor mij de belangrijkste drijfveer. Ja, nu doe ik dat bijna 3 jaar met onverminderd enthousiasme.